Leuk dat je weer kijkt naar Motorrijd TV. Mijn naam is Wim en dit keer richten we de camera op de Piaggio MP3. In dit geval op de MP3 400. Die komt in de plaats van de MP3 350. Ietsje meer cilinderinhoud, ietsje meer vermogen, veel meer rijplezier met een motorscooter waarop je ook met een autorijbewijs kunt rijden. En ja, het leuke is, 1 op 34,1 is het gemiddeld verbruik. En hoe zit het nou met het autorijbewijs? Daar zit een heel verhaal achter, een beetje historie. We gaan terug naar 2006. Dan komt Piaggio met de MP3 op de markt. En al heel gauw ontdekte Piaggio, Italiaanse scooterfabrikant, dat er een maas zat in de Europese wetgeving. Je kunt namelijk met een driewieler rijden met een autorijbewijs als je de voorwielen, de dubbele voorwielen, 4 centimeter verder uit elkaar zet en een rempedaal toevoegt. Dat is dus gedaan. Vervolgens op de markt gebracht en het was een instant hit. In Europa zijn er al heel snel 170.000 exemplaren verkocht. Ze waren letterlijk niet aan te slepen. Dus dacht de Europese Commissie, dat gaat niet goed. En vervolgens is die maas in de wet gerepareerd. Dat gebeurde, het duurde even, maar dat gebeurde uiteindelijk op 19 januari 2013. Heb je dus een rijbewijs gehaald, een autorijbewijs na die datum, dan kun je er niet mee rijden. Heb je een autorijbewijs van voor die datum, dan mag je ermee rijden. Ja, na die datum moet je dus gewoon een A-rijbewijs, een motorrijbewijs halen. Het leuke is, dit is de versie waar je dus met een autorijbewijs mee kunt rijden. Hier zit ook een rempedaal op. Maar het leuke is, dat zijn die dubbele voorwielen. En als je wat scooterervaring hebt en nog nooit met dubbele voorwielen hebt gereden, dan ervaar je direct een enorm soort stabiliteit. Je durft eigenlijk al direct veel sneller een bocht in te sturen. En ook als er wat grind ligt, of er is een putdeksel of een witte lijn, je merkt nooit enig moment dat die weg wil glijden of dat die instabiel wordt. En je voelt ook niet enige weerstand als je aan het rijden bent, dat die wielen meer tegenwerken of dat het zwaartepunt anders is. Ook bij deze motorscooter is het zwaartepunt heel laag. Blok ligt natuurlijk laag in het frame. En daardoor stuurt je echt als een tweewielige scooter. We gaan even naar het vermogen, naar het motorvermogen. Ik zei al, het is een 400, 50 cc meer dan de 350. Daardoor levert hij geen 30 pk, maar 35,2 pk, 26 kilowatt. Dat is ook niet heel veel meer, maar het is net dat beetje extra, waardoor je dus een 400 ook bijvoorbeeld op de snelweg goed kunt gebruiken. Tot 120 km per uur is de acceleratie heel behoorlijk. Sterker nog, dan kun je gewoon heel goed mee met het autoverkeer. Daarna zakt hij in. De topsnelheid ligt ergens in de buurt van de 140, 145. Maar goed, in Nederland kun je tegenwoordig eigenlijk niet harder, mag je eigenlijk niet harder dan 100 km per uur. Dus is het allemaal prima. De windbescherming is dankzij die ruit behoorlijk goed. Ben je wat langer, dan zul je op de snelweg enige werveling rond je helm ervaren. Is niet hinderlijk, maar je merkt het verschil als je iets gaat zakken. Ik zal er even op gaan zitten. Kijk, zo zit je met je hoofd precies boven de stroming. Doe je dit, dan merk je dus bijna geen wervelingen. Het zijn kleine geitjes. En als je zit, hoef je dus niet je voeten aan de grond te doen. En dat komt omdat een MP3 een rolling lock systeem heeft. Dat vergrendelt de voorwielophanging. En zodra je gas geeft, dan ontgrendelt die en kun je dus gewoon wegsturen en links en rechts bochtjes pakken. Maar hoe werkt het nou? Nou, om te beginnen moet het contact aanstaan en de motor moet lopen, maar je kan ook gewoon volstaan met het contact aanzetten. Je ziet hier een lampje. En dat lampje gaat knipperen op het moment dat je de rolling lock kunt bedienen. En het bedienen doe je met een schakelaar rechts op de stuurhelft met je duim. Ontgrendelen is dit. Kijk. En dan zie je dus dat je de motorscooter kunt kantelen. En met dezelfde schakelaar blokkeer je hem ook weer. En eigenlijk kun je dus stoppen voor een verkeerslicht. En zodra het groen wordt, gas geven en onmiddellijk ontgrendelt hij. Wat ook wel leuk is, ik laat nog wat meer zien wat mogelijk is. Je kunt hem ook zo schuin wegzetten.
Hij blijft gewoon staan. Voilà. Zo staat hij weer vergrendeld. Om te voorkomen dat hij gaat rollen op een helling, want dat kan hij dus heel makkelijk, zit er een parkeerrem op. En dat is deze hendel. Nu kun je geen kant op. Wat je ook kunt doen, is hem gewoon op de middenstandaard zetten. Rolt hij ook niet weg. Dat zadel is multifunctioneel. Want zoals bij veel scooters kun je er dus heel veel onder kwijt. De bergruimte is groot genoeg voor twee helmen. Maar ja, je kunt er ook een weekendtas onder kwijt. En andere spullen die je dus onderweg goed veilig wilt opbergen. Je kunt ook zien dat Piaggio hier heel veel ervaring mee heeft. De afwerking van die ruimte is keurig. Het voelt ook allemaal echt lekker degelijk aan. Als je het dicht slaat ook, bam. Je voelt eigenlijk dat er heel veel aandacht gegeven is in kwaliteit. En sowieso de afwerking van de MP400 en van de MP3-400 moet ik zeggen, is verzorgd. Het is best sportief. Er zit een mooie opgaande lijn in. De MP3-400 ten opzichte van de 350 is ook qua design licht gewijzigd. Het zijn details, maar hij heeft bijvoorbeeld nu LED-verlichting gekregen op een aantal punten. De koplampen zijn nog wel conventioneel, maar de dagrijverlichting is wel LED. In dit geval hebben we te maken met een HPE-versie. Dat is de meest uitgebreide versie. En dan heb je bijvoorbeeld dus ook mooie graphics op de wielen, zoals sportiever. Je hebt ook de mogelijkheid om je smartphone te koppelen met het bordsysteem. Dat gaat nog met een USB-aansluiting, maar je smartphone kun je hierin kwijt. En hier zit de USB-aansluiting. Wat die ook heeft ten opzichte van de gewone 400, dit zijn hier bijvoorbeeld een klein strookje met een carbonprint. Dit hebben ze allemaal, alle MP3's. Dat is de tashaak. Daar kun je je Chinese afhaalmaaltijd goed aan kwijt. Dan de prijsstelling. Zo'n HPE is wel de duurste variant, maar het valt mee. Hij is eigenlijk maar €400 duurder dan de basisversie. De basisversie komt op €10.999 en deze op €11.399. Ja, €400, dan krijg je toch net even een paar van die leuke gadgets en details erbij, waardoor die nog wat sportiever, nog wat fraaier voor de dag komt. Ik had het al over het verbruik. 1 op 34,1. Ik kon mijn ogen eerst bijna niet geloven, maar het is toch echt zo. En dat is gemiddeld, dat geeft hij in de boordcomputer aan. En dan heeft hij maar een tankje van 13 liter inhoud. Maar ja, met die 13 liter kom je dan dus best wel ver. De tankdop die zit bij een motorscooter altijd in die tunnel tussen de benen. En hier zit hij. De enige is, als hij warm wordt, dan kost het wat moeite om dit dopje los te draaien. Daar heb je best wel wat kracht voor nodig. En ik heb hem er wel eens wat los op gedraaid, maar door het vacuümzuigen komt hij toch vast te zitten. Het is even een weet. Je hoeft niet bang te zijn dat hij stuk gaat, want je draait hem gewoon los. Zo. De zitpositie bij een scooter, ook bij deze motorscooter, is gewoon lekker rechtop. Door het lage zwaartepunt, want het blok ligt lekker onderin, kun je heel soepel vanuit de heupen sturen. Tussen de file doorlaveren kun je minutieus. Sterker nog, als er twee auto's rijden met de spiegel een meter van elkaar en je zou er niet doorheen passen, dan ga je er heel rustigjes tussendoor. Dat doe je met een motor bijna niet, maar met zo'n motorscooter gaat het echt heel soepel, heel makkelijk. En dat maakt het dus ook al duidelijk dat je in krioelend stadsverkeer met links en rechts fietsers die voorbij schieten, je gaat er heel soepel doorheen. En dat maakt dus ook duidelijk dat de motorscooter een ideaal vervoermiddel is als je snel ergens wilt zijn in de stad. Maar ook ideaal is voor woon-werkverkeer, bij druk verkeer, bij veel files. En dat het dus ook een alternatief kan zijn voor je auto. En daarbij komt ook dat je benen eigenlijk altijd uit de wind zitten. Goed beschermd tegen weer en wind. Hè? Dus je hoeft niet meteen een regenbroek aan te trekken, want bij het minst of geringste buitje blijven je benen best wel droog. Motorjack of een goed jack is wel nodig, maar het hoeft ook niet dik gevoerd te zijn, want je zit aardig uit de wind. En pas als het echt koud wordt,
dan zou je dus een dikkere jas aan moeten doen. Of, zoals je ook wel veel ziet, in steden in het buitenland, dan is een hoes. En die kun je dus over je heen leggen. Ook Piaggio levert dat als optie. Andere opties die Piaggio levert, die misschien praktisch zijn, dat is een koffer, een topkoffer. Kun je nog meer kwijt. En er schijnen ook nog zijtassen mogelijk te zijn die je hier aan monteert. Dubbel passagier, iemand die meegaat. Hier zitten de voetsteunen. Leuk verborgen, leuk geïntegreerd ook in de vormgeving. Er is nog één dingetje waar je wel even rekening mee moet houden. Je zit hoger dan je verwacht. Hoger, maar doordat het zadel ook breed is, zul je ervaren dat je benen toch nog wel ver moet reiken voordat je de straat te pakken hebt. Ik kan er goed op zitten, maar ik kan me voorstellen als je zeg maar circa 1,70, 1,60 bent, dat het wel een dingetje is van oei, oei, ik zweef nog ergens met mijn benen boven het asfalt. Maar ja, dan is natuurlijk die rolling lock weer een uitkomst. Want voordat je stilstaat, blokkeer je hem en je kunt gewoon blijven zitten en ook afstappen zonder dat hij omvalt. Ik kan nog veel meer vertellen over die Piaggio MP3 400 HPE. Maar je kunt het ook nalezen op onze website motorrij.nl. Bedankt weer voor het kijken en vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal.